We hebben een petitie ingediend namens de vrouwen, de Surinaams-inheemse vrouwen in Suriname dus en in Nederland. Wij zijn gechoqueerd geraakt door de beelden die wij op 25 november hebben gezien. Namelijk de mishandeling van een van onze zusters. Die opkwam nota bene voor een man, omdat de politie hem ook hardhandig aanpakte. Waarom die mensen daar niet? Waarom die mensen daar niet? Is de letsel stap gelopen? Ja, bloed in de oren. Is dat hoe zij geweest? En moeilijk voor haar om te slapen. Ja, het is heel moeilijk voor haar om te slapen. Hoofdpijn. Haar gezicht was rood. Wel, op dit moment kan ik niet zeggen wat en wat, nog meer. Maar dit hoort hier wel. We hebben met elkaar gesproken en we zeggen we gaan dit niet zo laten. We gaan niet laten dat we gaan niet reageren. We moeten hierop reageren. We moeten zeggen wat we ervan vinden. Het feit dat ik dat gezien heb en andere mensen dat gezien hebben, die een voorbeeld nemen aan de politie, die kunnen denken van, hey, oh, dus Mika Nakwa Ingi vrouw gewoon, zonder voel dat wasan psa nangami. Dus mi e firme schreef onveilig, tap een moment die mi e firme schreef onveilig. Want was massa moest beschermen mi. Gi a voorbeeld, voor Nakwa trouwen, voor Nakwa vrouw. Nik me. Want ze is net zo klein als ik. Dus dat is eigenlijk wat we hier zijn komen doen. We zijn onze stem komen laten horen. Omdat we dit ontoelaatbaar vinden. En ik vind dat de regering en de andere organisaties, mensenrechtenorganisaties en dat soort dingen hier in Suriname ook moeten reageren. En ze moeten dit ook verwerpen. Veroordelen. Dit kan gewoon niet. Wij veroordelen dit geweld. En vragen aan u allen in de regering om als persoon, man, vader, grootvader, als zoon, als broer, als neef of oom van een vrouw, om u uit te spreken tegen de brute mishandeling van de inheemse vrouw. Want u heeft zelf ook een vrouw die gewoon gebruik maakte van haar recht om te protesteren als mens, als burger van dit land. Sterker nog, als autochtone bewoner van Suriname. En dat zij door de sterke arm die haar juist zou moeten beschermen, wordt mishandeld, is niet alleen vernederend, maar ook respectloos. De politie die juist campagne voert om al het geweld tegen vrouwen tegen te gaan, slaat een weerloze vrouw voor het oog van de wereld, vol in het gezicht, op een kwetsbare plek. Eerst stootte hij haar in het gezicht, vervolgens grijpt hij naar de keel van het slachtoffer en knijpt het dicht. Er is een grens overschreden, een norm vervaagd. Een waarde gedegradeerd. Meneer, waarom slaat u die vrouw? Het is niet de eerste keer dat er met bruut geweld wordt opgetreden tegen ons, de inheemse. De inheemse die bekend staan als vreedzaam. Op maandag 12 september 2022 hadden wij ook een vreedzaam protest. We stonden met borden langs de weg om de aandacht van premier Rutte te vragen voor onze problemen en grieven. Er is hardhandig opgetreden tegen ons. Een broeder raakte geblesseerd. Uit angst hebben we geen aangifte durven doen. Bang voor rancune en represailles. U weet hoe het kan gaan hier. Maar nu er op zeer verwerpelijke wijze in het openbaar een vrouw vernederd en geslagen werd en het door klein en groot over de hele wereld gezien is, is de grens voor ons bereikt. Last van jullie stem laten horen, gaan jullie ook juridische stappen ondernemen? Die zijn we al aan het ondernemen, ja natuurlijk. Ja. Wat gaan jullie doen? We hebben een advocaat in de arm genomen. Er wordt een aanklacht tegen de politie ingediend. Tegen die inspecteur van politie, Tolut. We kennen zijn naam. En we hebben al het bewijsmateriaal verzameld natuurlijk. Want dat is allemaal opgenomen.
Wij nemen geen genoegen met dat de politie het betreurt. Want dat hebben ze in de krant geschreven. Wij nemen daar geen genoegen mee. Wij vinden dat hij een voorbeeldfunctie heeft en dat hij die voorbeeldfunctie echt heeft misbruikt. En dat hij het hele korps te schande heeft gemaakt hier in het land. En ook de mensen die naar ons kijken vanuit het buitenland, die zien dat wij Surinaamse mannen winnak vrouw gewoond op straat die en het mag. Het is belachelijk, het is gewoon ontoelaatbaar. Ik wil van u weten, gaat u de mishandeling behandelen in de assemblee? Gaat u hierover praten met de DNA-leden? Of gaat u dit op een soort van lange baan schuiven? Nee, we schuiven hier niks op lange baan. Het gaat gedeeld worden. Het gaat gedeeld worden en leden kunnen nemen de vrijheid om dat op te pakken, om een punt van te maken. Dus dat is de werkwijze. De voorzitter zelf participeert niet aan die discussie. Ja? Maar het wordt gelijk. Nee, ze hebben de ruimte bij alle. Hoe lang duurt dat ongeveer? Heeft u misschien een ultimatum? Nee.